Jij had hier geen koffie neergezet van zo net. Hallo, Katijntje. En hoe het staat zullen we dan vanzelf natuurlijk zien. Het is altijd een beetje spannend. En je ziet het einde niet van waar je naartoe gaat. Met de schans. Dan moet je heel erg je best doen om een bij te houden of je bent kwijt. Wat ik nu toch meemaak, er zit een haarsplinter in mijn voet. Ik las op internet dat je er dan boter op moest doen. Dat is boter. Ja, dat kun je toch niet voorstellen, dat een haar in je voet komt als splinter. Maar we hebben op internet opgezocht en het blijkt dus echt te kunnen. En ik heb natuurlijk al geprobeerd het eruit te halen, maar dat wou niet, want het zat echt wel goed vast en zo. Maar het deed dus best wel pijn toen ik hem eruit ging halen en toen ging ik even op internet op tips lezen. En dan zometeen met een pincet eruit halen. En het is trouwens ochtend. Heftig. Even lekker ontbijten tussendoor. Oh, hij breekt. Nee, hij breekt echt helemaal af. Ik weet niet wat ik moet doen hoor. Een beetje prikken richting het haartje. Ik zou van die andere kant een beetje hier te doen. Inmiddels zijn we lekker buiten aan het wandelen. En dan gaan we zo boven verven, want we moeten de muren nog afmaken. Oh, wat ruikt hier nog stoffig. Het is een paar dagen later. Vandaag is het maandag en vanavond gaan we even kijken voor een vloer. We gaan eerst even naar boven toe, want ik ben zelf eigenlijk wel benieuwd hoe het er nu gewoon uitziet. Volop met zon, zeg maar, dus veel daglicht. Dit soort randjes, die hoeven niet. Daar komt nog wat overheen. Dat wordt dus nog dicht. En ik vind deze kamer er zoveel beter uitzien nu de muren gewoon wit zijn. Ja, je moet wel even door de troep heen kijken. Maar je moet dus nog een vloer. Het is moeilijk om die kamer er gewoon goed op te krijgen. Hallo Katijntje. Inmiddels is het avond. We zijn net klaar met eten en we zijn weer boven. En er moet even gemeten worden hoeveel vloer we nodig hebben. Het moet sowieso wat extra als een keer eentje beschadigd. Jij had hier geen koffie neergezet van zo net, toch? Nee. Oh. Zie je niks staan? Er wordt even getankt en het wordt ook al een klein beetje donker. Volgens mij hebben we dit nooit echt gedaan en dan rond dit tijdstip. Het voelt als een nieuwe ervaring. Is het echt de lange groep? Nee, nee, niet precies, nee. Het is wel lastig kiezen op zich. Mm-hmm. Maar als we die donker doen, vraag ik me af van of die kamer dan niet heel donker daarvan wordt. Ja. Ja, die is nog donkerder. We gaan voor die. Is niet helemaal wat we zochten. Maar dat komt wel een beetje in de buurt. Jij bent snel terug. Ja, dat liep niet, man. Doei. We moeten even iemand hebben, want we weten niet waar het ligt. We hebben even gekeken, maar misschien is het wel daarboven. Eigenlijk wilde een beetje bruin-grijs. Maar goed, we doen het toch. Want we vinden allebei deze kleur gewoon wel mooi. En hoe het staat zullen we dan vanzelf natuurlijk zien. Het is altijd een beetje spannend. En je ziet het einde niet van waar je naartoe gaat. Met de schans. Het is hier ook echt heel erg donker. Mm-hmm. Het is inmiddels de volgende dag. We gaan nog even vissen en straks lekker eten. Maar eerst zijn we op zoek naar Dennis. Dan moet je heel erg je best doen om hem bij te houden of je bent hem kwijt. Ja. Maar hij zal niet ver zijn. Gevonden. Ah, daar zijn ze. Ik dacht al. Ik dacht, waar zijn jullie nou in één keer? Ja. Hey, een dikke boot. Hey, heel handig. Ja. Ja. Wel echt een leuk plekje. Hey.
Het zit wel een klein beetje om zout. Nou, daar gaan we weer.